Het ministerie van LVV wil de gemeenschap ertoe bewegen om pesticiden veilig en verantwoord te gebruiken. Daarom verzorgt de afdeling bestrijdingsmiddelen trainingen aan landbouwers en het algemeen publiek. De focus ligt echter op de landbouwers, gezien zij tot de grootste groep behoren van pesticiden-toedieners. Het ministerie wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Daarom worden er ook trainingen op scholen of voor andere groepen verzorgd. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van Openbare Werken heeft gisteren een werkgroep geïnstalleerd om het Vriendschapspark aan de Jagannath Lajmanstraat opnieuw in te richten. De herinrichting van het park zal in public-private partnerschap plaatsvinden. Middels een beschikking is aan de stichting Oriental Foundation vergunning verleend tot het in gebruik nemen van het Vriendschapspark voor het opzetten van een botanische tuin. Het streven is dat de werkgroep binnen 6 maanden een uiteenzetting geeft waarbij er rekening is gehouden met de veiligheid, goede verlichting en goede zitplaatsen. Op maandag 7 november hebben leden van het Korps Speciale Troepen van het Nationaal Leger een oefening helocasting gehouden nabij de marinebasis te Boksel. Dit gebeurde in gezamenlijk verband met militairen van de luchtmacht, marine en de landmacht. Helocasting wordt gebruikt om troepen met helikopters van de luchtmacht af te zetten op moeilijk bereikbare of begaanbare gebieden. De defensieorganisatie blijft het personeel upgraden in het belang van de operationele paraatheid.